Leuk dat je kijkt naar Wielerfits Live. In deze uitzending gaan we het weer hebben over de wielenactualiteit. Vanavond met drie gasten gaan we het onder andere hebben over de Ronde van Spanje die volgende week al begint, of wat ik zeg, zaterdag. En natuurlijk de Bing Bang Tour die afgelopen week is verreden. Vanavond zijn mijn gasten Michael Bogert, terug van vakantie en fijn dat je weer bent aangeschoven. En naast jou zit wielrenner Mark de Maar en sportjournalist en wielerliefhebber Frits Barend. Heren, hartelijk welkom. Laten we het gelijk hebben over die Bing Bang Tour, gewonnen door Tom Dumoulin. Heb jij er een beetje van genoten van deze wedstrijd, Michael? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik vond, je hebt natuurlijk die traditionele massaspurts, maar ik vond eigenlijk al dat de wedstrijd flink werd opengebroken in de rit naar Sittard, die Boom won. Normaal komt daar een grote groep aan, maar nu was het echt koers en spannend. Dag later natuurlijk ook een hele mooie etappe door de Ardennen gezien. En gisteren viel het misschien een klein beetje tegen. Er had wat meer spanning in mogen zitten. Maar op zich was de rit mooi en de grote mannen waren op de afspraak. Met een hele mooie winnaar. Ja. Ik denk dat Bing Bang heel tevreden is met hun eerste editie van deze koers. Ja. Mark, jij was zelf aan het mountainbiken. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar toen jij de uitslag zag, wat dacht jij toen? Ik was niet verbaasd natuurlijk. Tom Dumoulin had al aangegeven dat hij voor de eindwinst zou gaan. Daarmee onderstreept hij toch zijn pure klasse, denk ik, door ook in dit soort type wedstrijden te kunnen winnen. Frits, jij was er zaterdag bij. Ja. Ook de rit waar eigenlijk het klassement werd gemaakt. Ja. Vond jij ook Tom de allersterkste? De slimste. En de sterkste dus eigenlijk. Maar hoe die Tim Wellens rijdt, ze rijden weg. Nemen een voorsprong op alle favorieten. Sagan rijdt geloof ik plat, rijdt lek. Ja. Cruciaal moment. Ja, en ik denk dat Tom tegen Tim Wellens heeft gezegd, ik kan eigenlijk niet te veel kop nemen, maar ik ga je niet naaien op de streep. Ja. Dus laten we afspreken dat wij samen naar de finish rijden. Dan hebben we allebei een voorsprong. Dan win jij de etappe. Zo gaat het toch, neem ik aan, Michael? Normaal wel. Ja. Dan win jij de etappe. Dan heb ik het leiding in het eindklassement. En morgen zien we wel verder. En dat heeft hij dus fantastisch gedaan, want hij zei dat hij kon ook echt niet meer, denk ik, in die sprint. Maar als hij wel had gekund, had hij het ook niet gedaan. Want Tim Wellens heeft alleen maar op kop gereden. Hij heeft af en toe even kop overgenomen. Pakken dan 24 of 34 seconden op de groep. Dus Tom Dumoulin heeft dan wat hij wilde, die leiderstrui. En gisteren was hij echt de sterkste. Ja. Hoewel, ik heb het ze beiden gevraagd en ze ontkenden beiden dat gebruikelijk afspraak is. Maar in deze tijd moet je daar natuurlijk allemaal heel voorzichtig mee zijn als je dit soort dingen gaat doen. Maar het leek erop, we weten het ook natuurlijk ook niet, maar het leek er wel op dat Wellens, die was zo rezo gemotiveerd aan de kop. Iedere beurt die hij deed was drie keer zo lang als die van Tom. Ja, en dan lijkt het wel dat hij daar. Die had natuurlijk gisteren ook een aanval. Wellens wint daar zaterdag voor die Belgen in Houvalize. Ja. En Tom wint het eindklassement. Prachtig, een prachtige winnaar. Ja. Voor het eerst ook een winnaar van de vroegere Eneco Tour, die of een Giro of een Tour de France gewonnen heeft. Ja. En een mooie winnaar. Misschien had Wellens wel gehoopt op een scenario van 2 jaar geleden, denk ik, waarin hij de trui pakte, de laatste dag. Ja, en Dumoulin die reed al eens een jaar aan de leiding of in dit soort rondes en verloor het dan steeds gisteren. Dus wel mooi binnengehaald. Ik denk ook dat inderdaad dat ze zaterdag gezegd hebben, zo gaat het. En zondag zien we wel. Zondag gaan we er alweer weer om rijden. Ja, dat is wel prima. Het waren maar 4 seconden. Ja. Waren de beiden niet gerust in? Laten we even kijken naar de finishbeelden van de etappe van gisteren. En Jasper Stuyven ruikt dan het goede moment. Sagan gaat er in eerste instantie achteraan. Maar dan is daar het gebaar. Kijk, nu goed. Als we het zien, voilà. Ik ga het niet dichtrijden. Maar Stuyven is sterk. En met een seconde of 10 begint Stuyven aan de slotklim. Slotklimmetje, maar eentje om u tegen te zeggen. De Vesten. 600 meter afzien bij de beesten. En Stuyven houdt van die 10 seconden op het einde 1 luttele seconde over op het sprintende pelotonnetje dat dan geregeld wordt door Philippe Gilbert. En Dumoulin zet de puntjes op de i door derde te eindigen. Nog 4 bonificatieseconden mee te pikken. Hij is eindwinnaar van de Bing Bang Tour 2017. Ik zweer, als hij zich boos maakt, dan wordt hij gewoon nog tweede. Dan klopt die Gilbert nog. Ja. Dat denk ik echt. Yep. Dus je zag ook dat hij heel sterk was, dat hij alles onder controle had. Wat ook Frits een beetje aangeeft, dat hij pakt
eigenlijk heel onverwachts pakt hij nog even twee keer een seconde in die gouden kilometer. Ja, dat deed hij ook heel slim. Daar reed hij weg toch? Ja, en dan weet je hoe zo'n renner in zijn vel zit. En Wellens kwam er gewoon niet aan te passen. Wordt dan derde en rijdt er ook nog eens gewoon Sagan uit het wiel op de veste. Ja, Sagan ging voor de overwinning. Ja. En die reed weer lek, geloof ik, gisteren. En dan kan ik me voorstellen dat je iets hebt, dat past dan wel bij Sagan. Je gaat of voor de overwinning en anders... Won wel twee ritten natuurlijk. Nou, en hoe? En die derde, als hij gisteren had gewonnen, had hij 100ste binnen. Ja. Dus misschien wel extra getergd, maar tegen zo'n tegenstand is natuurlijk niet... Ja, die 100ste komt wel, maar het was natuurlijk leuk geweest voor de organisatie als Sagan juist bij hun de 100ste had gewonnen. Inderdaad, maar ja. Vooral, dit toont vooral ook eigenlijk de veelzijdigheid van Dumoulin aan. Vindt een drieweekse ronde, nu ook dit soort eenweekse. Nog geen enkele grote rondrenner heeft de eenweekse tour, wat dan nu de Bing Bong Tour ooit gewonnen is. Wat zegt het eigenlijk over Dumoulin? Ja, dat is natuurlijk... ik bedoel, de Giro moeten we natuurlijk nog even iets hoger inschatten dan Bing Bang Tour. Maar kijk, er zijn natuurlijk zat rondrenners geweest die wel een ronde van Catalonië hebben gewonnen, Tirreno hebben gewonnen en Parijs-Nice. Kijk, Tom die is hier super gemotiveerd omdat hij al heel vaak een paar keer er kort bij is geweest. Het is in eigen land. Hij komt uit een trainingsperiode. Race super in San Sebastian. Wat ook weer aangeeft zijn klasse. Als je uit een trainingsperiode komt, je rijdt tegen toermannen die drie weken op het allerhoogste niveau hebben gekoerst. Dan kom jij kijken als enige van al die renners. Heb jij geen tour gereden die ook een dikke finale rijdt? Bing Bang, dan wil je gewoon winnen, klaar. En nu gaat volgens mij weer een beetje gas terugnemen en zich dan voorbereiden op het WK. Maar als ik hoop echt zo graag, en ik weet niet of jullie dat met me eens zijn, maar dat tourparcours hoop ik zo dat volgend jaar, dat hij zelf daarvan vindt dat het op zijn lijf is geschreven. Want dan gaat hij volgens mij ook een super voorjaar rijden met superklasseringen in Luik, Amstel. Het enige wat hij zelf nog zegt, van daar moet ik nog een beetje hardheid in krijgen. Ja. Dat is dat eendaagse werk. Ja, maar als ik hem dan zo zie uit het niks in San Sebastian zo rijden. Ja. Als hij iets later begint gisteren en die Waalse etappe en die Vlaamse etappe heeft. Dus die Waalse Luik-Bassenaken Luik-etappe en gisteren die ronde van Vlaanderen-etappe. Allebei heeft hij voorin meegereden, dus hij kan het alle twee. Dat is vooral wel heel erg indrukwekkend, hoe snel die een bepaalde transformatie kan ondergaan. Ik bedoel, Michael kan dat beamen, heeft zelf voor klassement in grote rondes gereden. Dat vergt een bepaalde trainingsaanpak en die is niet te vergelijken met dit soort werk. Dat heeft hij toch in een vrij kort tijdsbestek aardig bijgespijkerd. Je zei ook dat hij lichter is dan tijdens de Giro. Ja, dat zei hij, iets lichter. Okay. Maar wil niet zeggen hoeveel die weegt, zei hij. Nee, dat... Ja, Mark, kun jij dat zeggen? Is dat altijd een beetje het geheim van de wielrenner, het gewicht? Nou, tegenwoordig zit iedereen natuurlijk wel mee te rekenen met wattages. Misschien heeft het daarmee te maken. Maar ik heb daar nooit moeilijk over gedaan. Dumoulin, de man van het weekend. Eigenlijk de man van de dagen daarvoor die in ieder geval veel besproken is, Lars Boom. Laten we allereerst even kijken naar zijn reactie. Want hij won natuurlijk die prachtige rit in Sittard Geleen. Ja, het is een grote opluchting. Het is lang geleden dat ik een koers heb gewonnen, denk ik. Dus dan denk ik misschien wel de Ronde van Denemarken vorig jaar of zo. Dus het is heel erg prettig dat je weer een etappe wint. En vooral in deze koers die sterk bezet is en waar heel erg hard gekoerst wordt. Het was een uitbundig zegengebaar. Had je dat van tevoren, dit gebaar, in gedachten of was het allemaal op intuïtie? Ja, het was een beetje op intuïtie, maar sinds gisteren had ik dit wel in gedachten, ja. Sinds gisteren? Toen wist je al van morgen gaat de dag zijn dat het voor mij wel eens allemaal goed zou kunnen vallen? Nee, maar voor de rest heb ik daar geen commentaar op. Ja, veelzeggende reactie. Wat vonden jullie van dat zegengebaar? Beginnen bij jou, Frits. Ik vind dat het niet kan. Want je toont dus aan dat je hebt gewonnen, maar je neemt dus wraak op iemand. Ik bedoel, je doet het niet. Ja. Of dan moet je meteen ook verklaren waarom je het deed, wat erachter zat. Ja, en blijkbaar Raymond Kerkhoff heeft het in de Telegraaf perfect uitgezocht. En zijn vrouw Nike heeft dat geretweet. Dus het klopte dat hij kwaad is dat hij niet naar de Vuelta mag. En dit was een fuck you gebaar naar zijn ploegleiding, denk ik. Dus het is in die ploeg volledig mis, want ik was die zaterdag etappe. Dit was een schitterende overwinning, het is ook een fantastische wielrenner. Maar ik was in die zaterdag etappe. Nou, ze hebben echt hard voor hem gereden. Ik bedoel, er was een kopgroep, dan was er een tweede groep en een derde groep. En achteraan in die derde groep reden de gele jongens.
Dus ze hebben niets voor hem gedaan gisteren. Dus het is in die ploeg, denk ik, wat Raymond Kerkers vanochtend ook schreef in de Telegraaf, volledig mis. Of heb ik dat mis, heren? Nee, ik ben het volledig met Frits eens. Ik denk ook, je maakt deel uit van een professionele organisatie. Daar horen professionele gedragingen bij, buiten het fietsen en op de fiets. Nou ja, daar was dit geen voorbeeld van. Nou ja, we willen natuurlijk ook wel een beetje emotie zien. Het zou natuurlijk niet leuk zijn als iedereen maar... Nou ja, maar je kan ook dan blij zijn. En, het is zo'n fantastische wielrenner. Hij is wel blij natuurlijk. Gaat hij niet zo... Weet je, dat is ook... Die blijdschap uitzicht dan misschien een beetje verkeerd. Maar dat was natuurlijk... Dat kwam er even uit. En je zit in die laatste 100 meter en dan... Daar zal iets bij. Hij heeft er heus wel spijt van, weet je. Hij heeft er ook de dag erna verschillende keer benadrukt. Dat moet ik wel bij zeggen. En wat heel jammer is... Fantastische overwinning. Ja, dat is zo jammer. Het is een schitterende overwinning. Ja. En wat heb je s'avonds? Alleen maar de gezeik over de gebaar. De gezeik over de ploeg. Dat ze daar geen goede leiding hebben. Omdat ze dat niet binnen kamers kunnen houden. Weet ik het wat. Geen strafmaat erop zetten. Dat is wat blijft hangen. Van gewoon een schitterende... Want je moet even naar dat kopgroepje kijken. Ja. Nou, het zijn geen pannenkoeken. Ja, iedereen die er ongeveer in moest zitten, zat in dat groepje. En hij rijdt er van weg. Nou, en dan krijg je dat, weet je. En dat is eigenlijk wat bij mij thuis in de huiskamer een beetje speelde. Van, nou, dit is wel heel erg jammer. Dan win je zo'n mooie koers en dan gaat het hierover. Ik snap ook niet zo heel goed waarom dat niet gewoon goed gecommuniceerd wordt. Waarom die zo boos moet zijn als Lars Tuurlijk. Het is voor de ploeg ook weer iets voor te zeggen. Hè? Ik bedoel, het is niet... Hij krijgt een halve toezegging. Dat hij in de voorselectie zit van de Vuelta en hoort die week van tevoren. Nee, dag van tevoren. Niet. Ja, maar je moet daar kijken. Het is niet alleen Kerkhoff die dat heeft uitgezocht natuurlijk. Ik denk dat s'avonds al bij heel veel mensen duidelijk was waarom hij dat gebaar had gemaakt. Ze wilden er niks over zeggen. Ik heb hem zelf nog gevraagd. Hij zegt hij wil niet naar het publiek toe. Nou, ik wist het toch, voordat het in de Telegraaf stond. Jij bent toch niet de grootste insider. Nee, maar ik denk dat ik niet de enige was. En als je... Je had dat s'avonds ook op de radio ook al, hè? Marijn de Vries of zo zou het ook... Die had het ook op de radio, ja. Maar als je... Kijk, er is voor de ploeg ook wel wat voor te zeggen. Want hij is gehaald voor het voorjaar. Nou, dan gaat het niet goed. Maar vanaf Zwitserland rijdt hij eigenlijk goed. Beste man in koers op het NK. Doet daar iets wat niet klopt. Ook. Ja. Dus dat gaat een beetje spelen. Maar ik denk vooral dat... Maar heeft het NK niet een hele grote rol gespeeld? Ja, tuurlijk. En ik denk dat er daarom, wat jij zegt, ze rijden achterin. Ze hebben nu even geen zin om voor Lars te rijden. Zoiets van, weet je, jij fliegt ons op het NK. Maar even terug naar dat gebaar. Vind jij dat kunnen? Nee, tuurlijk niet. Maar ik neem het hem ook niet heel erg kwalijk. Weet je, dat kan niet. Maar hij zegt s'avonds sorry op Twitter. Nou, dan moet het ook klaar zijn. Weet je, dat kan gebeuren. Hij krijgt een straf van de UCI, maar de ploeg die doet niks. Nee, maar die zullen die straf van de UCI ook accepteren. En die zullen ook wel begrijpen waarom hij dat gebaar maakt. En die zullen misschien zelf ook wel zoiets hebben van... Ja, misschien hebben wij dit ook niet goed naar hem toe gecommuniceerd met de Vuelta. En hij denkt natuurlijk alleen maar... Goh, ik rij na het voorjaar heb ik mijn boertje weer bij elkaar gepakt. Ben me goed gaan voorbereiden. Rij een goed NK, rij een goed trainingskamp. Ja. Daarna vlieg ik. Ik laat zien dat ik het dus wel kan, dat ik het wil. En dan krijg ik nu die teleurstelling. Dus ik denk meer dat het een beetje vanuit de rennersgroep komt. Dat er een aantal renners hebben gezegd van... luister, ik wil gewoon liever die en die mee. Omdat die beter zijn geschikt om mij te helpen als ik kort aan de klasse ben. Ja, maar de ploegleiding beslist dan toch uiteindelijk, Michael. En dat moet je accepteren als renner natuurlijk. Ik denk dat in overleg gaat. Maar ik denk dat het voor hem een enorme klap is geweest dat hij net in de Vuelta. Dus ik kan me elke emotionele reactie voorstellen. Maar je weet zelf, publiek figuur bent. Hij heeft zelf in interviews ook aangegeven dat hij onder andere zijn tegenvallende presteren wijt aan het missen van een grote ronde afgelopen jaar. Ja, maar daar kan Lotto niks aan. Nee. Maar goed, dat gaat nu weer. Hij zei ook al van, ik ben eigenlijk alweer bezig met de klassieker voor volgend jaar. Ga niet meer veld rijden. Dit jaar is hij gewoon al bezig met komend voorjaar. Dus die grote ronde zou eigenlijk al bijdragen aan... Het voorjaarswerk, en dat gaat hij nu niet doen. Hij kan ook zonder grote ronde goed voorjaar rijden. Want je ziet nu dat hij ook gewoon wereldtop kan zijn. Hij heeft hier wel goede zomer nu. Maar goed, weet zelf lastig het soms is om een renner iets uit zijn hoofd te praten. Ja. Maar ik heb een kijkersvraag binnengekomen die jij misschien beantwoorden. Kan je een grote ronde eigenlijk nabootsen op training? Nee. Onmogelijk. Onmogelijk, ja. Het is heel moeilijk om koersen na te bootsen op training. Denk ik. Maar je kan helemaal überhaupt geen wedstrijd nabootsen in training. Spanning, je krijgt zoveel mee. Maar trainingen zijn hulpmiddelen.
Maar je kan niks nabootsen op training. Niet één wet, ook een bokser kan het niet doen. Een voetballer kan het niet doen. Je benadert het, maar verder ook niets. Dus als je 3 weken lang iedere dag 210 kilometer gaat fietsen, dan kom je bij lange na niet aan de... Je verzorging is heel anders. Weet je. Je wordt veel beter verzorgd. Je hebt helemaal niks aan je kop. Je verder boven de spanning. Hoe reageer je op spanning? Je kunt wattages zeg maar simuleren, maar niet dat aanzetje naar iedere bocht, dat remmen, optrekken, et cetera. Nee, of dat je wordt op afstand gereden, je raakt in paniek omdat je kan de kopgroep niet bijhouden. Of je zit plotseling voorin terwijl je eigenlijk nog niet... Het is allemaal niet na te bootsen. Nee. Mark, jij had vorig jaar hier in het peloton wellicht kunnen zitten. Dit jaar heb je een iets ander traject genomen met mountainbiken. Mis je eigenlijk het Europese wielrennen? Over het algemeen niet, maar in alle eerlijkheid zijn er natuurlijk wel een x-aantal hele mooie wedstrijden, die ik vaak vanaf de tv bekijk nu, waarvan ik dan af en toe denk van, oh, dat was toch mooi geweest. En ik volg het natuurlijk nog wel erg. En ook mijn oud-collega's natuurlijk, waar ik nog wel met enige regelmaat contact mee heb. Dan kriebelt het soms wel. Maar goed, ik heb heel bewust ben ik dit traject in gegaan en ik heb er geen spijt van. Nee. Traject, dat is een gedeelte daarvan, is marathons op de mountainbike. Gisteren nog een wedstrijd gereden en je vertelde dat ging niet helemaal zoals gehoopt. Nee, klopt. Ik reed gisteren het Europees kampioenschap marathon in Slowakije. Dat mountainbiken gaat er iets anders aan toe dan op de weg. Ik heb helaas de afgelopen weken vaak te kampen gehad met pech. Dat hoort ook bij het spelletje mountainbiken. En helaas rijden er geen volgauto's mee. Dus, want hoe gaat het dan? Het zijn hele lange wedstrijden. Ja, klopt. Dus over het algemeen moet je gewoon zorgen dat je zelfvoorzienend bent. Dat je bijvoorbeeld kleine reparaties aan je fiets dus zelf... Dus ouderwets als vroeger met zo'n wiel om je... Precies. Dat je reparaties zelf kunt uitvoeren. Ook daarin schiet ook ik... Wel. Ja, dat gebeurt. Je ziet ook mensen langs de weg een wiel verwisselen en zo, rijders. Nou, je mag eigenlijk alleen wielen wisselen in de posten, zeg maar, waar een aantal van zijn ingericht. Maar als je zelf een wiel bij je hebt, mag je dat niet zelf vervangen? Dat zou mogen, maar je hebt geen wiel bij je. Nee, ik bedoel een band. Een band, ja, dat mag. Ja. Dus je hebt onder andere een inbussetje bij je, gereedschap om je band te repareren. Wat kwastje. Het is wel oerfietsen eigenlijk. Daar zit hem dus ook de grootste uitdaging in. Ook daarin schiet ik nog wat tekort. De techniek heb ik inmiddels aardig bijgespijkerd. Maar bijvoorbeeld een kettingpont of een band wisselen nadat ik lekker heb gereden, dat gaat nog niet zo snel ten opzichte van mijn collega's. Dus ik loop inmiddels af en toe ook stage bij een fietsenzaak in Utrecht. En dat gaat inmiddels best aardig. Om gewoon de snelheid, de souplesse in het... Precies, in het kettingponsen, in het remmen afstellen. Een training van 3 uur kettingponsen. Ja. Hoe zat het bij jou eigenlijk, Michael? Mijn eigen kettingponsen. Ja, kettingponsen. Hele goede kettingponsen was jij. Ik heb het wel eens gedaan, maar niet tijdens training of zo. Nee. Ik denk dat ik het eigenlijk zeggen en schrijven 1 keer heb gedaan zelf. Maar tijdens trainingen heb ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nooit de hele grote zware dingen aan mijn fiets had of zo, buiten een lekker bandje. Dat deden we natuurlijk zelf. Het is natuurlijk niet te vergelijken wat waarschijnlijk een fiets op de weg meemaakt als dan in het mountainbiken. Nee, klopt. Fietsen hebben heel veel te lijden. Natuurlijk een beetje afhankelijk van het parcours wat je moet rijden. Dus het ene parcours is wat materiaalvriendelijker dan het andere parcours natuurlijk. Dus ook daarin, de meeste wedstrijden ken ik niet of heb ik dit jaar voor het eerst gereden. Dus ook daarin mis ik nog wat ervaring, maar al met al ga ik er wel komen. En juist die marathon daarvoor gekozen, omdat dat natuurlijk ook een groot duur element in zit wat je al met je meedraagt uit de wegsport? Ja, klopt. Ik heb een aantal jaren geleden voor het eerst deelgenomen aan een aantal van die marathons. Dat beviel wel zo goed. Hoe lang is het? Marathon? Het varieert een beetje tussen de 80 en 130 kilometer. Zoals gisteren was 135 kilometer zelfs. Qua een beetje afhankelijk van het aantal hoogtemeters. Dus tussen de 3 en 6 uur koers. Dus het zijn pittige wedstrijden. Dus ik heb dat bij toeval ontdekt een paar jaar geleden in Italië. Daar was ik op vakantie en er werd zo'n marathon georganiseerd. En ik dacht, laat ik eens meedoen. En ik raakte wel gelijk verknocht aan deze discipline. Ja, maar nog het wegwielrennen in ieder geval niet helemaal losgelaten. Want het verbaasde ons wel toen we afgelopen najaar het bericht naar buiten kwam dat je nu ook voor een Chinese ploeg
nog fietst. Klopt, klopt. Nou ja, ik ben natuurlijk altijd wel van het avontuur opzoeken geweest. Ja. Dus, nou ja, ook dit kwam op mijn pad en dat leek me wel een heel gaaf avontuur. Dus ja, afgelopen winter besloten om nog een jaar dat avontuur in Azië aan te gaan. Helaas iets te weinig wedstrijden nog gereden in Azië. Maar hopelijk komt daar verandering in september en oktober. Nou, we hebben hier eigenlijk al een kort overzicht van jouw carrière met nu inderdaad de Chinese ploeg. Ja, maar want je hebt, als je op Pro Cycling Stats kijkt, zie je één wedstrijd tot nu toe op de weg gereden. Dat hadden er veel meer moeten zijn met een bijzondere reden waarom dat niet het geval is. Klopt, klopt. Ik heb dit jaar helaas alleen de Ronde van Thailand gereden, wat wel een mooi avontuur was. Daar kan ik bijna al een boek over schrijven. Dat doe ik misschien ook nog wel een keer. Een goed artikel voor een helden. Ja, prachtig fietsland trouwens. Ja, een prachtig fietsland, wat ontzettend veel gefietst. Ja, ik was ook erg onder de, erg onder de indruk. Dus ja, zoals ik al zei, ik maak deel uit van een Chinese ploeg. We zijn een kleine selectie. De meeste renners worden betaald door de overheid. Ze staan onder contract bij Defensie, dus of ze studeren of ze zitten in het leger. Momenteel hebben ze een vrij talentvolle selectie, dus de meeste van de renners worden vaak opgeëist door de overheid, waardoor de ploeg dus geen voltallige selectie op de been kan brengen. Nou ja, waardoor ze dus noodgedwongen een x-aantal wedstrijden hebben moeten aflassen. Ja, een bijzonder verhaal. En daardoor kun jij dus niet je kilometers maken die je eigenlijk had willen maken? Nee, precies. Nou ja, vooral de avonturen meemaken die ik graag had willen meemaken. Dus ja, dat is wel erg jammer. Anderzijds, ik heb nog nooit zo makkelijk mijn geld verdiend. Maar goed, dat is niet waarom ik dit avontuur ben aangegaan. Nou, dat zeg ik niet, maar gezien het aantal kilometers dat ik heb gemaakt. Zijn het euro's of jens? Dollars. Dollars, ja. Maar goed, wel nog twee wedstrijden in ieder geval waar je normaal zouden zien, waar we je zouden kunnen zien. Maar ze zijn erg ver weg, dus kleine kans dat Nederlanders jou zullen treffen. Ik rijd een ronde van China 1 en een ronde van China 2 in september. Goed, dat is voor de mensen die in de buurt zijn, kunnen ze jou nog... Misschien nog een idee voor Lars Boom. Ja, dat is ook een grote ronde. Ja, inderdaad. Ja, want er zitten borden nog wat hoogtemeters en bergetappes in, hè? Ja, klopt. Dus volgens mij, ik heb het nog niet heel goed bestudeerd. Ik heb eigenlijk pas deze week te horen gekregen dat ik eindelijk een keer een visum mag aanvragen. Maar klopt, vooral de ronde van China 2 schijnt nogal een lastig parcours te zijn. Oh, het was op Curaçao gefietst? Ja, volgens mij met Mark. Ik heb twee keer meegedaan die Amstel Curaçao race. Geweldig evenement. En op verzoek hebben ze gezegd dat we als laatste binnenkomen. En ik krijg nog wat publiciteit. Dus we zijn met koffie gaan drinken onderweg. Een geweldig evenement. Michael, jij bent toch ook al geweest, Michael? Ja, heel vaak. Geweldig evenement. 2009 voor het laatste, dan 2002 tot en met 2001. Ik heb de eerste editie gewonnen. Ja. En dan heb ik Bart Giel ontmoet. Toen hij net die twee etappes in de Vuelta had gewonnen. Dus ik volgde Bart Giel al die jaren. Toen was het even een dipje. Dus ik was ontzettend verheugd dat hij deze Tour zo goed reed. Bart Giel was toen een van de gasten bij de Amstel Curaçao in 2013 of zo, vier jaar geleden. Met, twee ritten. Ja. Toen komen we zo meteen ook nog over te spreken, want die staat ook weer op de planning voor de Vuelta. Dat was ook op de weg natuurlijk een criterium. Criterium, hè? Dat was een klassieker. Ja, dat was een klassieker. Heel veel publiciteit. Lastige wedstrijd. Ja, het eerste jaar was die heel lastig, dat kan ik je wel vertellen. Dat was echt... We hebben echt diep moeten gaan. Ja. Dat was geen handjeklap? Nee, dat was geen handjeklap. Nee, was geen handjeklap. Was echt, maar tegen wie koerst je dan? Een paar prentjes, toch? Nee, het eerste jaar was toen kwam er zo'n hele selectie uit de Cariben. En die waren onwijs opgenaaid. En dat was wij hadden dus, wij dachten, ja, dat is gewoon een beetje zo voor de dol. Maar ja, die vertrokken daar, of dat het de ster van Zwolle was. Dus toen hebben we natuurlijk wel de trucendoos open moeten gooien. Maar daar hebben we er echt voor moeten rijden. Dat was want dat is wel weer leuk. Natuurlijk, ja, je doet dan ook niks. Ja. Nee, ik weet nog, toen ik dan meereed als echt amateur, gingen ze uit het meteen, het is keihard van start en ik lag al meteen een uur achter. En ze, uit op het eind kunnen die jongens toch niet hebben dat ze dan niet kunnen winnen. Die goede, jij dus ook niet. Je kan er toch niet tegen dat je geklopt wordt. Het eerste jaar, daarna werd het alleen maar groter en groter. Hè? Dus op een gegeven moment reden geloof ik 250 man mee. Ja. Niet iedereen was even bekwaam om op een fiets te rijden. Nee. Dus dan waren de profs natuurlijk heel snel geneigd om het in het begin gelijk op de kant te trekken. En, zeker in de nattigheid. Ja, dat was helemaal. Ik ben nog eens in een pick-up truck gesprongen daar, omdat het gewoon niet te doen was daar. Nee, dan kan je toch niet fietsen als het regent. Nee, en de slechte wegen. Ja. Maar Mark, er kwam nog een kijkersvraag voor jou over binnen. Want we zagen net op het kaartje twee keer Curaçao's kampioen op de weg en twee keer tijdrijden. Ben jij nu nog steeds
Ja, wat is het, Antilliaan Curaçaonaar? Of een Nederlander? Nee, ik ben jarenlang inderdaad voor Curaçao uitgekomen. Of in het beginstadium namens de Nederlandse Antillen. Nou, op een gegeven moment werden al die eilanden onafhankelijk of kregen een status aparte. Waarop de UCI zei na verloop van tijd van jullie zijn eigenlijk te klein als eiland om jullie wielrenfederatie te erkennen. Dus daarmee kwam mijn Curaçao-avontuur ten einde, waardoor ik automatisch weer licentie moest aanvragen bij de KNRU. Daar komt op de zeer korte termijn weer verandering in. Dus het land Curaçao krijgt weer een licentie, dus de kans is aanwezig. Dat ik nog een keer dus eigenlijk hetzelfde traject als wat Tjeroen en Martina in het atletiek heeft gegaan. Die is ook weer van Curaçao ineens voor Nederland komen. Ja, uitgekomen. Precies. Alhoewel, ja. Nu op de mountainbike is het ietsje. Ik bedoel, voorheen als wielrenner had het wat meer voordelen dan nu als mountainbiker. Ik heb nu ook het EK en WK gereden. Maar goed, met een mogelijke Olympische Spelen kan het toch nog een interessant traject worden. Ja, heb je een marathon op spelen? Of dan zou je gewoon. Nog niet, maar dan zou ik bijvoorbeeld me kunnen gaan richten op de cross country. Ja. Wat niet mee zal vallen. Maar dat. Maar ga je doen? Als die kans, als die mogelijkheid straks er is, dan. Nou, dan zou het zijn voor Tokio, de Olympische Spelen van Tokio. Ja. Nee, welke dag je dan? het kan nog, nog een jonge god die naast je zit. Die kan toch nog jaren mee. Die spelen van volgend jaar. Dus, maar goed, dat zou wel een mooi traject zijn. Ja. Zeker het mountainbiken op Curaçao is ook enorm populair aan het worden. Dus dat past mooi in het verlengde. Ja, goed, het is natuurlijk ook nog waar jij mee bezig bent met. Klopt. Dus ik organiseer inmiddels al een aantal jaren een mountainbikewedstrijd op Curaçao. Nou, zoals de heren hier al aangaven, vroeger hadden we de Amstel Curaçao Race, wat een schitterend mooi evenement is geweest. Wat ook heel goed is geweest voor de lokale wielersport. Het heeft veel mensen gestimuleerd en geïnspireerd om te gaan fietsen. Dus het is ontzettend zonde dat evenement op een gegeven moment niet meer doorging. Dus ik ben een beetje in dat gat gesprongen. In eerste instantie met een vriend van mij op Curaçao hebben we een aantal jaren een mountainbikewedstrijd voorgezet. Waarom een mountainbikewedstrijd? Nou ja, zoals de heren hier al aangaven, infrastructuur op het eiland is beperkt. En er liggen niet heel erg goede wegen. Dus dan heb je met een mountainbike minder last van. Minder last daar van. Zit dan ook juist de uitdaging in. Op de mountainbike liggen er heel veel trails. Heb je gewoon veel meer variatie. Plus je zit niet met het omleiden van het verkeer. Dus er zit wat meer groeipotentieel in zo'n evenement dan een wegwedstrijd. Inmiddels staat er een gedegen organisatie en zijn we er een heuse etappekoers van aan het maken. En wanneer is die? Van 12 tot 19 november. Ja, en dat is volgens mij ook weer net als profs doen mee, maar je kunt ook zelf. Precies. Er wordt wel gewoon volle bak gekoerst, dus het is om het echi, zeg maar. Maar het blijft een combinatie van plezier, avontuur en een beetje competitie. Ja. Er werd deze week ook nog gekoerst in Noorwegen, de Arctic Race of Norway, waar weer Teuns heeft huis gehouden. Had begin dit seizoen gewoon nog geen zegens en staat nu op 8. Op 8. Op 8 al zo. Komt niet vaak voor dat je eigenlijk een renner die. We hebben hier een kaartje van al zijn zegens. Van 0 naar 8 in. 3 weken. In 3 weken tijd. En waarvan zelfs in de World Tour. Kunnen jullie eigenlijk nog herinneren dat iemand op zo'n manier in 1 keer komt bovendrijven? Dat is namelijk straf. Nou, die komt bovendrijven. We hebben natuurlijk. In 2011 Schubert gehad, die de ene na de andere klassieker won. Maar dit is ook behoorlijk straf. Ja. Nou vindt hij wel natuurlijk, het is een specialist. Hij kan heel goed aankomen op een stel klimmetje. Kan echt ontploffen tegen zo'n klimmetje aan. En dat heeft hij nu wel een aantal keren vanaf Wallonië natuurlijk tot nu gehad. En dat deelnemersveld in Arctic is natuurlijk ook niet zoals het bijvoorbeeld in Polen was. Maar het is wel heel knap wat die jongen aan het doen is, dat is duidelijk. Het was natuurlijk al een beetje in april te zien toen hij derde werd in de Waalse Pijl. Maar kan het dan, als je eenmaal begint te winnen, dat dan zo'n knop omgaat en het allemaal op een juiste plek valt? Ik denk het wel. Ik denk dat hij gewend was als amateur om zijn koersje te winnen. Ja, bij de pros wordt er toch net even wat harder gereden. Er zijn ook meer renners die harder rijden. De breedte is het niveau wat hoger. Dus ja, je hebt gewoon een beetje aanpassingstijd nodig. En geloof, denk ik. En ja, als het kwartje eenmaal valt. Ja, daar lijkt het op. Hij is niet degene die het meeste heeft gewonnen in de Arctic Race of Norway, want die prijs is voor Bernhard IJssel. Namelijk 500 kilo zalm. Zalm. Jezus.
Ja, hij wist er geloof ik zelf ook niet wat hij ermee moest. Dus als hij in de tweet staat, is hij het maar gaan weggeven. Hebben jullie wel eens, hoort het vaker, wel eens van die gekke prijzen gewonnen? Michael? Ja, ik heb... even kijken, nou ja, geen 500 kilo, maar ik natuurlijk won eens Emilia en Milan Viola in één weekend. En dan kreeg ik zo'n grote, van die grote mortadella, of hoe heet die worsten, die knijters. En wijn in je gewicht wel eens gehad. En, ja, maar goed, wijn kan je nog meenemen. Scootertje. Scootertje? Niet zelf hoor, maar de ploeg. Ja. Volgens mij Veenberg hebben een scootertje gewonnen, denk ik. Ik heb volgens mij wel eens een autootje gewonnen. Ik heb mijn gewicht in Haribo snoep gewonnen tijdens de Haribo Classic. Classic. Ja. Klassieke Haribo. Heb je er mee gedaan? Een deel weggegeven. Op een gegeven moment kon ik er niet meer van afblijven. Dus ik heb het toen een poos in mijn garage gezet. En dan om de verleiding te kunnen weerstaan. Maar uiteindelijk de meeste kilo's weggegeven. Maar er zijn er ook veel op gegaan. Veel op gegaan, ja. je hebt natuurlijk sowieso... Parijs-Camembert, dan krijg je gewoon je lichaamsgewicht in kaas. Je hebt geloof ik bij de Ronde van Vlaanderen dat je ook dingen in bier kunt krijgen. Zijn het van die prijzen leuk? Ja, bij de Amstel bijvoorbeeld niet. En die heb ik dan toevallig gewonnen. Maar kon er net zo'n pilsje vanaf bij de persconferentie. Ja, op het podium tegenwoordig. Toen kreeg ze een taart ook of zoiets in Hoevalier. Ze kreeg al die renners een taart. De vrouw van Henk Lubberding hoorde ik was dat die dat deed. Oké. Okay. Alle renners? Nee, op het podium. Oh, sorry, op het podium. Okay. Het podium, dus de dagwinnaar in de puntenwinnaar. Volgens mij was het die taart die ze iedere dag hadden voor Sagan. Daar hadden ze toch iedere dag een taart gemaakt met 100 erop. Maar om hem te geven als hij zijn 100ste had. Dus ze moest iets doen met die taart als hij niet won. En ik kreeg dan maar... Ik hoop dat hij dan nog aan het eind van de week nog niet over datum... Nee, ze maakt iedere dag een nieuwe taart. En dan volgens mij... Ik heb dat ergens gehoord, maar ik weet niet of het zo is. Maar ik ging niet uit of naar de organisatie of naar degene die op het podium stond. Okay, ik heb hem helaas niet voorbij zien komen. Dan nog opmerkelijk verhaal van Luke Rowe. Die breekt zijn been tijdens het vrijgezellenfeest. Tijdens het draften. Ja. Nu is de vraag, in hoeverre moet je dat soort dingen toelaten tijdens een seizoen als ploeg zijnde? Waarschijnlijk hebben ze dat niet geweten. Ja. Ze weten, kijk, als zo'n jongen een rustperiode ingaat, wat vrij logisch is na een Tour de France, hebben ze waarschijnlijk, die is niet denk ik gaan bellen naar hoe heet hem? Brailsford van joh, ik wil even toestemming vragen om te gaan raften. Die zal gewoon door zijn vrienden zijn uitgenodigd en dat zijn gaan doen. Ja, je kent op de stoep ook op je Arjen Robben die bij een tenniswedstrijd een hamstringblessure oploopt op vakantie. Ik verstoppertje spelen met mijn zoon. Ja, moet ik dan... Dat is ook heel gevaarlijk. Dat had ik ook verboden als ploegleider. Maar volgens mij brak hij zijn... wat was het, zijn scheenbeen? Ja, dacht wel, ja. Bij het instappen. Dus volgens mij was er nog weinig geraft. Weinig geraft, ja. Ja. Ja, dat is pech. Domme pech, ja. Ja, daar kan je niks tegen beginnen dus, als ploeg. Nou ja, dat is lastig, hè? Want dan wordt het... Nou ja, kijk, het is misschien... Zoek het niet op om te gaan skiën of zo. Weet sommige je ploegen, ik heb jarenlang in de Amerikaanse dienst gereden. Daar werd in een contract, werden dit soort clausules opgenomen. Waarin dus letterlijk stond van, je mag niet skiën of we betalen geen salaris. Mocht je been breken door een ski-ongeval. Nou, skiën mag je volgens mij bij geen voetbalploeg en geen wielerploeg. Maar er zijn wel sporters die het doen, weet ik. Hey, dan Tom Jouw de Slachter, die zou naar Dimension Data gaan. Weg bij Cannondale, goede ploeg voor hem, Michael? Poef, dat vind ik heel lastig om te zeggen of dat een goede ploeg voor hem is. Ik denk dat het aan hem zelf ligt. Ik denk dat hij in elke ploeg... kijk, hij heeft bij Cannondale, of bij, toen heet het nog anders... Ja. Maar heeft hij toch ook wel serieuze dingen bij Rabo of wat was het, Belkin laten zien. En bij Cannondale, bij ploeg Volders heeft hij mooie dingen laten zien. Dus ik denk dat dat voor zo'n renner niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk niet dat hij daar... Moet ik heel snel even die renners nagaan. Maar volgens mij niet echt een heel groot concurrent van hem op een bepaald vlak tegenkomt. Misschien die nee. Dat zou leuk zijn als hij nu wel eens wat gaat winnen ook, Tom Jan. Ja. Het was een belofte. Ik zou nog wel zien dat hij een keer een mooie etappe gaat winnen of ergens iets. Ja, hij heeft niet laten zien, zeg maar. Na Parijs-Nice heeft hij nooit meer die nee, wat we gedacht hadden. Nee. Daarom is het misschien wel goed om een keer van ploeg te wisselen. Nieuwe omgeving, frisse wind. We gaan het zien, want het is nog niet helemaal bevestigd, maar het zou weer een Nederlander zijn die van een plekje gaat wisselen qua ploeg. We gaan naar de prijsvraag en dat is een hele mooie deze week. Want wij verloten namelijk 2x2 deelnamepakketten voor de IJsselmeer Challenge. En een deelnemerpakket dat bestaat dus uit een startbewijs, wielershirt, energybars, pasta, buffet, drankjes,
Kortom, 50 kilometer. Alles wat je nodig hebt voor de IJsselmeer Challenge. Dan moet je wel de vraag beantwoorden. Namelijk, wat is de grootste afstand die je kunt fietsen tijdens de IJsselmeer Challenge? En tijdens die challenge wordt dus geld ingezameld voor het Fonds Gehandicapten Sport. En Univé die sponsort als supporter voor sport de eerste 100 euro voor het startbewijs. Dus je begint al met een mooi startbudget. Ga eventjes naar wielenflits.nl en daar kan je het goede antwoord invullen. En volgende week maken wij hier in deze uitzending bekend of jij met twee kaarten er vandoor gaat. Komende week wordt weer een drukke week op de wieleragenda. Namelijk te beginnen, morgen finisht allereerst de ronde van Portugal, waar veel om te doen is. Morgen start de ronde van de Limousin, waar Mathieu van der Poel aan de start staat. Dus dat is ook een uitkijken naar nieuwe ritzegers van hem. Donderdag de Ladies Tour of Norway. Vrijdag de Veenendaal Classic, waar overigens Groenwegen niet zal starten, want die gaat zondag van start in Hamburg. En zaterdag begint dan de ronde van Spanje. Zondag dus de Cyclassic in Hamburg en de grote prijs Jef Scherens rondom Leuven. Frits, er waren wat mensen toen we jou aankondigden dat jij hier kwam te zitten. Die zeggen, Frits, die jou niet meteen als wielenliefhebber zagen. Maar leg even uit hoe ver terug jouw liefde of in ieder geval interesse voor de wielersport al teruggaat. Nou, die gaat al jaren 70 terug. Toen wij bij Henk van Dorp en ik bij Vrijnederland werkten, een FC Avondrood televisieprogramma hadden. En toen zijn we al heel in het wielrennen gedoken. Daar heb ik uiteindelijk Peter Post leren kennen. Aanvankelijk een groot conflict met Peter Post, omdat wij wilden weten hoe het wielrennen in elkaar stak in de zesdaagses. We hebben toen zelfs nog een keer onthuld wie in Rocour op woensdag schreef wie op vrijdag wereldkampioen Steyr zou worden. Maar dat was gefixt? Dat was gefixt, ja. Het Steyr is ook helaas daardoor van het programma verdwenen, omdat het altijd gefixt was blijkbaar. Maar in ieder geval hebben we toen met Post, die dat natuurlijk niet leuk vond, hebben gezegd, ja, wij zijn journalist, wij willen dingen onthullen die over het wielrennen gaan. En toen zei hij op een gegeven moment, nou, als je dan iets onthult, leg het maar aan me voor. En als het waar is, geef ik geen commentaar. Als het niet waar is, kan ik het altijd jullie behoeden van een... Ja, zo zijn we langzaam in die wielrennerij gedoken. We gingen elk jaar naar de Ronde van Zwitserland. Als voorbereiding voor artikelen over de Ronde van Frankrijk. En dan kon je in de kamers van de ploegleiders en van de ploegen. Je was daar geheel vrij, je werd daar heel gastvrij ontvangen. En door Post ben ik ook aan het wielrennen geraakt, een jaar of 15, 20 geleden zei hij, god, je voetbalt nog elke week, je hebt dus redelijk conditie. Kom ik je fietsen? Toen ben ik op een fiets met 3 versnellingen, heb ik de Preuvende Tour meegedaan. Dat ging best aardig. Een fiets gekocht. En sinds die tijd fiets ik minimaal 2-3 keer in de week. Nu ook in het blad en Helden, altijd bijna altijd wel een wielenverhaal. Is als het even kan, een wielenverhaal, ja. Bijna vast onderdeel van... Ja. En wie is degene die daar zo toch de... Ben jij degene die dat aanwakt? Van... Nee, dat doet Jasper Boks, ons hoofdredacteur. Jaap Stalenburg is natuurlijk heel erg in het wielrennen. Maar Barbara zelf ook. Barbara fietst zelf ook heel graag. Kan ook heel goed fietsen. Kan heel goed klimmen, is heel licht. En heeft goede beenspier. Kan ontzettend goed klimmen. Als wij in Mallorca samen fietsen, op het vlakke rij ik haar eraf. Maar als we omhoog gaan, bij Orient of zo, dan moet ik, kan ik haar niet volgen. En deze week hebben we Sam Omen. Alberto Contador, we hebben 2 jaar geleden een prachtig verhaal meegemaakt. Ik spreek redelijk Spaans. Die heeft heel erg mooi verteld over, hij heeft een zwaar gehandicapte broer. Geestelijk en lichamelijk zwaar gehandicapt. Die is geloof ik nu 30 en die is als een kind van 2, 3. Nou, daar heeft hij voor zijn ouders een heel huis kunnen bouwen. Omheen kunnen, die broer een leven heeft. Maar goed, wij zitten heel veel in het wielrennen. Ik vind het een heerlijke sport. Het zijn eerlijke sporters. Ze staan je nog gewoon te woord voor de koers, na de koers, tijdens de koers zelfs wel eens bij zo'n spreken. Ja, ik doe heel graag wielrennen. Ja. Deze week, zo actief als passief. Ja, er wordt nu steeds definitiever of die Giro start van volgend jaar naar Israël gaat. Ja. Toen jij dat nieuws vernam, wat dacht jij? Nou, leggen jullie eerst maar uit wat jullie dachten. Want ik denk dat de Pavlov-reactie... Ja. Kom maar met je reactie. Nou, laten we eerst even kijken naar Tom Dumoulin. Die vroeg ik het afgelopen week in de Bing Bang Tour, want... Is het veilig? Is het haalbaar voor wielrenners? Dit is wat hij zei. Ik snap het wel. Ik hoop dat als het allemaal gewoon logistiek goed geregeld wordt en het is allemaal veilig, dan mag het van mij, zulke dingen. Ja, dan ben je Giro winnen en dan wordt er daar ineens, zal er misschien wel vaker naar gevraagd worden naar wat je van dit soort zaken vindt. Ja, en dan antwoord ik op deze manier. Maar goed, Baaklands heeft vandaag al gezegd van ja, van mij hoeft het eigenlijk niet. Ik vind mij helemaal niks. Nou, dat is bij jou niet aan de orde, begrijp ik. Nee, dat mag voor mij. Als het, wat ik zeg, het wordt een logistieke flinke operatie. En
Maar ik bedoel, ja, we zijn ook gewend om veel te reizen. Dus als we daar een extra rustdag voor terugkrijgen, ja, van mij mag dat. Als dat helpt om de Giro de komende jaren weer een mooi feest te laten maken met het geld dat ze daar kunnen verdienen, dan, ja, dan heeft het ook voordelen. Hè? Dus het is altijd, we weten als renners ook maar de helft. Ik weet niet, misschien betaalt Israël wel miljoenen en miljoenen. Nou ja, dan zou ik ook gek zijn als Giro-organisatie om dat niet te doen. Dus wij weten het ook, wij weten het volledige plaatje niet. En dan moet je niet meteen een mening daarover zeggen. Maar als we het goed aanpakken, dan kan dat wat mij betreft best. Michael, als jij luistert naar deze reactie van Tom, kan je je daarbij aansluiten? Ja, ik denk dat een sporter snel er zo in staat. En natuurlijk zijn we wel wat meer met evenementen in Rusland natuurlijk. Kijk, als je als sporter politiek gaat uitlaten, dat is altijd een beetje link. Dus ja, dan doet hij toch gewoon een normale reactie. Ja, hij maakt zich eigenlijk nog het meeste zorgen om de logistiek. Is het wel te doen om met zo'n grote terugvlucht naar Italië te doen? Nou, dat lijkt me wel. Ik bedoel, daar komen ze wel uit. Ja. Wat ik interessanter vind, is hoe komt de Giro in Israël terecht? Ik bedoel, wat voor mensen in Israël zitten daarachter? En nou ja, Tom merkt ook terecht op van, ja, als daar miljoenen mee gepaard gaan, dan begrijp ik het wel. Wat ik overigens ook jammer vind, is dat niet iedereen daarvan mee profiteert. Dat is waarschijnlijk vooral de organisatie. Dat is iets natuurlijk wat nooit anders is geweest. Door gebrek aan eensgezindheid in dat peloton. Ja. Dus dat vind ik wel kwalijk. Verder wat betreft de internationalisering van de mooiste sport ter wereld is het een goede zaak. Ja, ook als dat een ronde van Italië zo ver buiten de landsgrens begint? Nederland is anderhalf uur verder. Apeldoorn. Ja, maar daar zijn natuurlijk ook niet iedereen mee eens dat... Hij moet niet gewoon een ronde van Italië in Italië starten. En... Nou, we zijn inmiddels zo ver dat iedere grote ronde dikwijls buiten de landsgrenzen start. En dat maakt alleen maar leuk. Ik vond Tom ook een hele verstandige reactie. Want toen we net even het voorgesprek was het over de angst voor Israël. Dus die zei, kom dan maar even met je vraag. Ja. Want dat is eigenlijk een van de grotere thema's. Van, is het wel veilig? Ik bedoel, we kregen het inderdaad over voor de uitzending. Israël staat natuurlijk vooral te boek als gevaarlijk land. Ja. Hè, oorlog, terrorisme. Dus op zich kan ik nou daarom, zei ik net. Ik vind duur en een kwetsbare sport. Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat wil ik even zeggen. Het aantal, Parijs, Brussel, Berlijn, Engeland, Londen. Het aantal terroristische aanslagen in Europa. Door steeds dezelfde groeperingen waar Israël dus al 30 jaar last van heeft, is in Europa veel groter geworden dan in Israël. Israël is het land wat daar het meest op voorbereid is en het meest op ingesteld is. En dan is dus als jij inderdaad roept, en je roept het dus gelukkig ook niet, en Tom de Molen had ook een hele verstandige reactie. Maar als je roept Israël is het land van oorlog en terreur, dan heb je blijkbaar zitten slapen de afgelopen 2-3 jaar. Want Europa is helaas. Maar snap je wel dat mensen... Als je dus geen kennis van zaken hebt, dus voor gewoon iemand... Ik weet toen Peter Bos naar Maccabi Tel Aviv ging. Jordi Cruijff heeft hem echt moeten overtuigen. Zegt, kom dan eerst 3 dagen naar Tel Aviv toe. Ik ben met Peter Bos op bezoek geweest in Tel Aviv, toen hij daar 2 maanden was. Zegt hij, ik heb niet geweten. Ik heb ook toch beïnvloed door de media. Van, is het wel veilig? Hij zegt, ik heb me nergens zo veilig gevoeld als hier in Tel Aviv. We doen alles. We fietsen ook. We lopen. Want Tel Aviv is een ontzettend fietsvriendelijke stad, omdat die stad helemaal vol is met auto's. Je kan met de auto bijna nergens komen, dus ook langs het strand. Het is 1 groot fietspad, zoals bij Spreker Palma en Mallorca dat ook heeft. Wordt ook heel veel gefietst, ook helaas heel veel gemotoriseerd fietsen. Wat ik echt slap aftreksel vind, maar goed. Maar de Israëliërs zullen ervoor zorgen dat het zo veilig mogelijk kan verlopen. Maar net als bij de Tour de France in Parijs, ik hoorde bij de aankomst in Parijs hoeveel veiligheidsmaatregelen daar genomen werden. Ja, dat zal Israël ook moeten doen. Het is nergens meer veilig. Is er heerst eigenlijk een beetje wielercultuur, zover jij weet? Ja, er is een Israël cycling team. Ja. Dennis van Linden is daar. Ja, en er is een grote etappe in Israël altijd. Het is een heel fietsvriendelijk land. Want er willen steeds meer Israëli's willen gaan fietsen, omdat met de auto bijna niks meer te bereiken is. Met name in de grote steden. En ja, het is voor het land een geweldig evenement natuurlijk. Het EK voetbal onder 23 is er ook geweest. Ja, het is een gewoon Europees land. Alleen het heeft de pech dat het met name door een aantal media en door een aantal critici voortdurend geassocieerd wordt met dat Palestijns probleem. Wat er is hoor, dat ga ik niet ontkennen. Op de Westbank en Gaza. Maar Israël is weg uit de Gaza.
Alleen Israël heeft niet gevraagd om telkens een keer bommen op zijn land te krijgen. Ik denk dat het niet het punt is om. Nee, maar goed, het, is een geweldige, het wordt een geweldig evenement in Jeruzalem. En fietsen in Jeruzalem is fantastisch. Ja, wat, ook eventjes, wat heb je eigenlijk wel eens gefietst in daar? Ik heb op veel plekken gefietst, maar daar toevallig nog niet. Ik heb wel eens wat beelden en foto's bekeken. Dus ik ben erg benieuwd wat voor parcours ze gaan voorschotelen. Er liggen nogal wat kasseien volgens mij. Dus en bergen. En bergen. Dus en warmte. Dat kan een interessante. Ja, ze adverteren ook veel op Eurosport in reclames tijdens wielrennen. Altijd een. Ja, ook met vakantie. Je kent hem, ja. Ja, tuurlijk. Ja, hallo. Ik heb nog maar een commentaar gegeven. Maar Tom de Moulin had echt het hele verstandige reactie. Laten we even kijken naar de poll, want we vroegen ook onze mensen voorgelegd, onze bezoekers, van wat vinden jullie ervan? We hebben niet gevraagd naar de reden waarom, maar in ieder geval 74% die zegt, op dit moment liever niet. Nee, dat is door het vooroordeel. Men denkt, men associeert Israël door inderdaad de media. Er zijn inderdaad voortdurend gegeven, Israël is het land van oorlog en terreur. Nee, Israël is minst op dit moment. De laatste 2 jaar zijn Frankrijk, zou België, Engeland. Zou dit kunnen zijn om ook dat frame te breken? Ik hoop het. Ja, misschien laten ook heel veel wielerjournalisten aan de achterkomen. Dat je daar inderdaad in Tel Aviv kun je veilig over straat lopen. Ja. Volgens mij hebben ze ook hier een ambassadeur gevonden. Ja. Nee, maar goed, ik heb heel veel familie in Israël wonen. Echt heel veel familie. En ook hele kritische, echt heel kritisch op de regering zijn. Maar het is wel een land waar je... Peter Bos is daar een prachtig voorbeeld van. Jordi Cruijff zit er niet voor niks al 5 jaar. Ik denk dat het leuk is om het onderwerp met jou te blijven volgen, Frits. Oké, okay, graag. Als er meer ontwikkelingen komen, dan gaan we je gewoon weer je laten aanschuiven. We gaan van de Giro naar de Vuelta. Want die start aankomende zaterdag ook niet in het land waar het vandaan komt. Want het start namelijk met een ploegentijdrit in Nîmes van meer dan 13 kilometer. Met ontzettend veel bocht. Laten we even kijken naar het kaartje. Dus dat gaat gelijk wat teweeg brengen, denk ik, Michael. Ploegentijdrit moet goed gestuurd worden. Dat is wel iets om naar uit te kijken. Dat is zeker iets om naar uit te kijken, ja. Of ja, een beetje flauw misschien dat ik erbij lach. Maar dat is wel iets waar je... Ja, dat kan wel al voor... voor spektakel gaan zorgen. En, we hebben al zo'n ploegentijdrit in de Tour gehad ooit. Ik denk in 2009 toen Armstrong zijn comeback maakte. Ja, dat ze er ook uit vlogen. In iedere bocht zag je wel renners liggen. En, ja, toen Skill Shimano in dat jaar nog met Piroyak is hard onderuit. Maar het hangt er ook vanaf hoe het droog is. Ja. Want Nîmes is wel... in Nîmes. Je weet maar het is moeilijke sturen met die fietsen en de wind. Nîmes is vaak wind volgens mij. En, toch de stress van een grote ronde. Ja. Maar we gaan risico's pakken en dan is het maar te hopen dat het een dusdanig veilig parcours is. Dat we niet aan vrede krijgen zoals in de Tour, dat er gelijk een paar grote mannen en dat er genoeg strobalen in de bochten liggen. Ja. Ja. Als we kijken naar het deelnemersveld, dan kun je bijna zeggen, dit is misschien nog wel mooier dan wat in de Tour is gestart. Bijna iedereen die ertoe deed in de Tour, start nu ook weer in de Vuelta. En Kruiswijk start. Nou, ook jongens. Kelderman. Kelderman. Giro natuurlijk. Ja. Het is een beetje alles is daar, ja. Het is, maar eigenlijk was dat in de Giro ook wel het geval. Het was ook een heel goed deelnemersveld. Ja. En dat zie je nu in de Vuelta ook weer. Ja. De laatste keer, want Contador die gaat afzwaaien. Zodra de laatste keer van de generatie Froome, Contador Nibali. Wie van de drie heeft jou het meest aangesproken, Frits? Spreekt jou het meest aan? Contador vind ik als wielrenner, wat hij meegemaakt heeft ook met die 0,000. Door het dal waar hij gegaan is. En zo'n prettige, beschaafde, prettige wielrenner. Ook sociaal in zijn ploeg hoor. Ik hoor het van Steven de Jong wel eens. Hele sociale jongen ook. Je hebt ook gezien Bauke Mollema. Die toch zich voor hem moet opofferen. En toch voor zijn kans mocht gaan. Ik heb nooit gezeurd over dat hij dat voor Contador moest doen. Dat zegt ook iets over Contador, denk ik. Mooie wielrenner. Laatste wedstrijd voor hem. Gaat hij, denk jij, een podium kunnen halen? Ik hoop het. Ja. Ik denk het niet, maar ik hoop het. Ja, mag met rug nummer 1 starten als... Ja, fantastisch gebaar. Gebaar daarvoor, ja. Etappenzegen zou mooi zijn. Ja. Hoop debutanten. We hebben even op een rijtje gezet wat er allemaal qua debutanten gaat gebeuren. Zaterdag start de Vuelta a España in het Franse Nîmes. Op de voorlopige startlijst staan 80 renners voor het debutantenbal. Waarvan ongeveer de helft aan hun eerste grote ronde begint. Een van die jongens is het volgende Nederlandse pareltje, Sam Omen. Maar ook Lennart Hofstede, Antoine Tolhoek en Daan Olivier kijken er naar uit. Velen gingen ervoor. Zo maakten onder meer Jan Ulrich, Robert Gesink, Peter Sagan, Tom Dumoulin en Alejandro Valverde hun grote rondedebuut in de Vuelta. Of zij in hun voetsporen kunnen treden, is koffiedik kijken.
Dan was er ook nog Ben Aino. In zijn eerste deelname aan een grote ronde deed hij de concurrentie meteen de das om en won de Vuelta. Wie komt er het dichtst bij dat scenario in de buurt? Ja, dat is nog even een heel lastige vraag, omdat qua debutanten... Morgen maar. Dank daarvoor. Credits gaan naar Jury. Morgen maar. Qua Nederlanders, Omen, Kruiswijk... Kelderman. Poels, ja. Wie zie jij het verst komen, Michael? Ja, dat is weer zo lastig. Want dat, als je dan bijvoorbeeld voor zo'n Giro kijkt, dan zitten we ook allemaal... Alle die Nederlanders die daar starten, die konden alle drie podium rijden. En Poels, ja, het is ook af te wachten hoe Froome is natuurlijk. Maar Poels blijf ik altijd een beetje het idee hebben van... ik vind hem beter gedijen als die voor Froome rijdt. Poels wint altijd in één keer uit het niets en iets heel moois. En dat heeft hij al een aantal keren laten zien. Nu weer in Polen natuurlijk. Super lastige aankomst. In één keer staat hij er. Maar we hebben het ook in de Tireno gezien. En dan moet hij het klassement verdedigen. En een dag later is hem weg. En dat ja, ik weet niet hoe hij zoiets zou doen in de Vuelta. Als hij nu met het kopmanschap echt moet starten. Hoe hij daarmee omgaat. Ik weet het echt niet. Is hij de kopman? Hij is kopman? Ja, ik denk dat Froome gewoon ja, kopman Froome gaat zijn. Heeft aangegeven gewoon voor het klassement te gaan. Dus ja. Ik denk maar, eerlijk gezegd niet dat we Nederlanders hebben die meedoen voor het podium. Ik hoop stiekem wel, nou niet stiekem trouwens, maar ik hoop eigenlijk wel dat vuurwerk in de etappes van... Ik denk dat Steven Kruiswijk misschien zoveel geleerd heeft van zijn val vorig jaar in de Giro. Zo er dichtbij zat. Deze Giro is het niet helemaal goed gelopen dat hij heeft rust genomen in de Tour de France. Heeft kunnen voor... Ik verwacht weer van Steven Kruiswijk. En Sam Omen en Wilco Kelderman, ja... Ben ik heel benieuwd naar hoe die twee het gaan doen. Daar verwacht Sunweb heel veel van. Ja, en Olivier, ook een groot talent, zegt men. Die is een tijdje uit geweest. Ik geloof niet dat hij ineens hier op top 10 gaat rijden. Ja. Maar wat ik echt wel... Ja, dat is misschien weer een beetje te romantisch gedacht. Maar weet je, als Poels... Waarom zou Poels niet een heel klein beetje meer vrijheid krijgen... als dat hij bijvoorbeeld krijgt in een Tour de France? Ja. Weet je, waarvoor moet Froome nou gelijk weer stempel drukken? Misschien krijg je dat wel. En dan zou hij bijvoorbeeld echt een schitterende rit kunnen winnen. Of misschien meerdere ritten. Froome is misschien wel zo'n... Ondanks dat het zo'n groot kampioen is... Misschien ook wel zo'n loyale renner die op zo'n moment... Nou ja, dat hoop ik eigenlijk een beetje. En als Poels zo rijdt als bijvoorbeeld verleden jaar in de Tour... en het jaar daarvoor... Dan kan je zo'n scenario krijgen van Wiggins, Froome en deze Tour. Dat zou dan makkelijk kunnen. Michael, dat je deze Tour had Froome ook natuurlijk iemand na zich die sterker was. Of die sterker was, maar hij was in ieder geval heel goed. Die rijdt ook een goed klassement. Dus het een hoeft het ander niet te bijten. En ik denk dat het voor Wout misschien ook ietsje beter is om niet al die druk op zich te geeft misschien ook veel kansen inderdaad. En het is denk ik altijd goed om een tweede man in het klassement te hebben. En wie weet kan die daarvan profiteren. En jullie hebben er meer verstand van de samenstelling van de ploeg van Lotto Jumbo voor Kruiswijk. Is dat een ploeg waarmee hij... Ja, laat me even bekijken. Die is vandaag bekend geworden. Stef Clement is ook een geweldige knecht altijd. Ja. Drie debutanten met Floor Setier, Daan Olivier en Anton Tolhoek. George Bennett heeft natuurlijk... een goede Tour gereden, helaas ziek uitgevallen. Ik weet niet in wat voor rol hij deelneemt aan de Vuelta. Hij heeft aangegeven, of de ploeg heeft aangegeven, dat het een leerproces zou moeten worden of moeten zijn. Maar zelf, via zijn eigen social media heb ik gelezen dat hij toch stiekem voor een klassement gaat. Dus dat is even de vraag natuurlijk. Nou, dan staat hij... Moet hij ook nog de concurrentie aangaan met Kruiswijk? En had Lars Boom daar misstaan in deze ploeg, nee, Michael? Nee, zeker niet. Als alle de neuzen dezelfde kant op hadden gestaan, dan... heel klein beetje mis je het Lobato, is rap. Maar Nee, die gaat misschien niet de beste spurter daar zijn. Maar dat is wel iemand die op een lastig parcours kan overleven. Ontbeert je misschien een klein beetje hulp? Want deze ploeg is toch wel heel erg Kruiswijk gericht, denk ik. Ja. En je ziet toch altijd wel dat ze in een ploeg een renner zetten van... als de bergen er niet zijn of het zijn geen overgangsritten... Dan is het wel fijn als je af en toe eens een renner hebt. Die is zeker in Spanje waar het nog wel eens kan waaien. Ja, dan zo'n renner als Boom, die af en toe nog eens een kilometertje 65 aan toe kan rijden. Die ploegentijd ook misschien al zaterdag. Ja, Stef. Dat die een belangrijke pion kunnen zijn. Power-gasten die hard... Dat zijn heel veel klimmers, zeggen. Ja. En dat kan ook... Wordt te veel geklommen in deze Vuelta? Ja, natuurlijk. Iedere Vuelta. Ja, er zijn ook een paar mooie overgangsritten, denk ik, die Boom op het lijf waren geschreven. Volgens mij vond hij zijn eerste rit in de grote ronde in de Vuelta. Cordoba. Volgens mij. Even uit mijn hoofd.
dat huiskamervraag of dat inderdaad in Córdoba was. Volgens mij was Córdoba. Maar in ieder geval, het spreekt ook vertrouwen uit naar Kruiswijk. Hè? Ja. Ik bedoel, als je de ploeg ziet, dan gaan ze ervan uit dat hij aan de leiding komt en dat ze het bergop moeten verdedigen. En dan hebben ze een ploeg die denk ik, sterker is dan ooit bergop. De hulplijn bevestigt, dat was Córdoba. Sunweb, 5 debutanten zelfs. Op een ploeg van 9. Is dat gedurfd? Nou, dit jaar niet. Nee. Die hebben zoveel gewonnen en zoveel goed gedaan. Die kunnen wel een risicootje lopen, ja. Ligt een beetje met wat voor kopman je denk ik de ronde in gaat. Was je hier met Dumoulin ingegaan met het plan om hem een klassement te laten rijden? Dan was het wat gedurfd. In dit geval denk ik niet dat ze een seizoen nog kunnen verprutsen. Ja. Nee, maar daar zit wel een gedachte achter aan die ploeg. En daar zit, ik zag Warren Barguil, Kelderman en Sam Omen. Nou, die gaan echt wel meedoen in de berg, hoor. Ja, zeker. Barguil zou zelfs in dienende rol meegaan. Ik vroeg Lennart Hofstede, die dus ook zijn debuut maakt, vroeg ik al van, nou, wanneer wist je? En die zegt, ja, ik wist het begin van het seizoen al. Ja, nou, dat zeggen we iets dat over. Dat geeft ook rust, hè? Ja. Ja. Dat is echt heel goed. En ja. Toen mee is het toerrijden ook. Zij ze ook in het begin van het jaar graag toerrijden. En dat geeft wel een innerlijke rust. En als die jongens, want hoe oud is Hofstede? Zal 23 zijn? Ja, nou, dan is het ook wel eens tijd om een grote ronde te rijden. Je moet met dat soort gasten willen ze natuurlijk ook verder. En die gaat nu, die moet die stap zetten. En ze kunnen nu dat risico pakken, omdat ze... Ja, Wilco en Sam zijn ook niet oud. Wilco Kelderman en Sam Omen zijn ook nog heel jong. Nee, plus de ronde van Spanje is aan het einde van het jaar. Mocht dan zo'n ronde te zwaar vallen, is het gelijk einde seizoen. Dat is anders wanneer je een eerstejaarsprof de Giro laat rijden. Dan is het nog een heel erg lang seizoen. Je hebt hem 3 keer gereden. Ja. Leuk, zo Spanje. Ja, zeker. Het is een ronde die ik graag mocht rijden. Ja. Erg warm, maar er zit, heel warm. Er zit van alles wat in. Het wordt waarschijnlijk een hoop Nederlanders die nog gaan starten. Jetse Bol, dat is al een zekerheidje. Ja, oh ja. Kan goed en die rijdt goed. Dusver. Ja. Ja. Verrassend. Super Burgos gereden. Ja, bergop ook. Ja. Hoe komt dat? Enig idee hoe dat... Goed getraind, denk ik. Ja, Las, ik denk dat hij ook nu wat meer vrijheid kreeg dan voorheen bij Lotto Jumbo. Nou ja, ik denk dat hij ook weet of wist dat dit zijn laatste kans zou zijn. Nou, die heeft hij met beide handen aangegrepen. Vooral weer mooi om gewoon 3 weken lang iedere dag koers te kunnen kijken. Nou, ik zeg het vanmiddag. Ik zat vanmiddag om 3:30, 4. Wat moet ik doen? Ja. Er was geen voetbalwedstrijd, er was geen wielerwedstrijd. Dan is de dag lang, hoor. Ja. Heerlijk dat het weer gaat beginnen. Gisteren kon je heel dag koers kijken. Ja. Ja. Ja, maar toch mooi om dat 3 weken lang aan het stuk, iedere dag... nou goed, afgelopen week natuurlijk ook met de hele Bing Bang Tour. Ik kan het zeggen, dus even een beetje rust pakken. Ja. Er komt weinig uit je handen zo. Goed. Je kan zwaarder gestraft worden, Michael. Ja, ja. Ja. We gaan het volgen. We gaan naar ons afsluitende onderdeel, de Bohannybox. Abi süresi bitti 9.99 olmadan ya. Ja, ik kon jullie zien hoe het moet. Nog nooit iemand heeft de volle 999 geslagen. Het record staat nog op... Werner Haan moet je vragen. Ja, die ramt hem... die als hij bij het juichen gaat staan. Ja. Arno jongen. Mark, wie verdient volgens jou een corrigerend setje of een corrigerende tik of een setje in de rug? Ik geef Peter Sagan graag een setje in de rug, omdat ik het bijzonder sneu vind dat hij nog zo lang moet wachten op zijn 100ste overwinning. Er zijn renners die nog niet op hun 26e al 99 zegens heeft. Nou, goed setje voor hem in de rug. In ieder geval geen Vuelta voor hem. Dus waar die 100ste gaat vallen, dat is nog eventjes onbekend. 282. Kom op het scorebord. Frits, voor jou. Wie gaat het worden? En waarom? Nou, iedereen die
lult dat het gevaarlijk is in Israël om te gaan wielrennen. En daar inderdaad alleen de negatieve kant van Israël naar voren haalt. Die verdienen we. Een harde tik. Nou, ja. Laat het ze voelen. En dan komen we met een score uit van 456. We gaan ze bijwerken op het scorebord. Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Michael, jij ook bedankt. En jullie zie ik graag volgende week weer terug bij een nieuwe Wielerfest Live. Mazzel. Ja, ik wil eigenlijk nog wel een keer slaan.